RTV Totaal voor Maas en Waal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio. Ja, dames en heren, welkom. Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beuningen. U ziet mij hier als lokale burgemeester. Zoals u weet hebben we net voor de kerst afscheid genomen van onze burgemeester Karel van Eert. En zijn waarnemer Daphne Bergman, die komt pas op 15 januari. Dus vandaar dat u het vanavond met mij als lokale burgemeester moet doen. We hebben in de uitnodiging die we gestuurd hebben ook gezegd dat het, en dat kon u misschien uit het opmaken, dat het een informele bijeenkomst zal zijn vanavond. Dat ik ook niet echt een speech zal houden of een reden zal houden waarin u misschien allerlei doelstellingen of misschien wel allerlei gedachtegoed mee zult krijgen voor de toekomst en voor 2018. Maar ik zal het vooral hebben over het ontmoeten, het elkaar treffen. En daar wil ik u graag iets over gaan vertellen en meenemen. Nogmaals, hartelijk welkom in het jaar 2018. Fijn dat u naar hier bent gekomen om de beste wensen naar elkaar over te brengen. Want daar is deze bijeenkomst ook voor bedoeld. U bent op onze uitnodiging naar Beuningen on Ice gekomen om elkaar hier te ontmoeten. Beuningen on Ice is een evenement dat in mijn ogen niet meer weg te denken is uit onze gemeente. Een goed voorbeeld dat ertoe bijdraagt dat Beuningen buitengewoon is. Ook een goed voorbeeld hoe het ontmoeten bijdraagt aan synergie. Bij de voorbereidingen van het evenement, maar ook afgelopen weken toen er volop werd geschaatst, initiatiefnemers, sponsoren, gemeenten, gebruikers en niet te vergeten de grote clubvrijwilligers ontmoeten elkaar en werkt samen om dit evenement succesvol te laten zijn. U heeft ook in de uitnodiging kunnen lezen dat we gevraagd hebben of er mensen zijn of inwoners zijn die iets willen vertellen over een ontmoeting of een bijzondere ontmoeting of iets inspirerends. Ik wil u iets vertellen over een ontmoeting die ik zelf dit jaar mooi en bijzonder heb gevonden. In 2017 heb ik een hele bijzondere ontmoeting gehad. Mijn en onze kleinzoon Jesse werd geboren. Ik word er emotioneel van. Op 20 februari kwam hij op de wereld. Hij was een paar weken te vroeg, dus kennelijk had hij er zin in om onderdeel uit te gaan maken van ons en mijn leven. Opa worden en zijn is echt iets bijzonders. Het is weer een nieuwe mijlpaal in mijn leven. En ik vond het ook eigenlijk wel een emotionele gebeurtenis. Mijn kind krijgt nu een kind, de familie wordt groter, er is een nieuwe generatie. Ik weet dat er geen handleiding bestaat hoe je een opa moet of kunt zijn. Ik weet wel dat de eerste ontmoeting met mijn kleinzoon Jesse voor mij het mooiste moment was in 2017. Tot slot, ik zei ik zou het kort houden, wil ik graag met u het glas heffen en toosten op u allen die u lief heeft door u een gelukkig 2018 toe te wensen, een goede gezondheid en veel ontmoetingen met uw mede-inwoners van onze mooie gemeente Beuningen. Beuningen buitengewoon. Proost.